In 3, 2, 1. Boom. Ik zei het. Oh my god. Allemaal stil. No way. Deze troll. Yo die mensen, welkom terug weer bij Map van een Tijger. Ik heb er in ieder geval weer zin in, dus laat even weten met een duimpje omhoog of jij er ook zin in hebt. We zijn hier in de map, er staat Yo Mon, bedankt voor het spelen van mijn map. Dat is normaal gesproken iets wat je aan het begin van de map zegt, of in ieder geval aan het einde van de map, maar nu zegt hij het begin. In deze map ga je allerlei dingen doen. Gemaakt door Skywalker, JV Prins. Alleen ziet als het nodig is. Peaceful en time set day. We gaan beginnen. We hebben hier een chest. Er zit niks in. Een chest zit niks in. En voor de rest ook hier een chest. Er zit een button in. Oh nee, iemand heeft je zojuist opgesloten. Zoek de sleutel alleen gebruiken als je hem niet kunt vinden. Er zit niks in. Maar ik heb hem wel gevonden. Kijk eens aan, we hebben hem. Goed, nu je de sleutel hebt gevonden, mag je op zoek gaan naar een button. Veel succes. Blijf wel binnen de muur, anders is de map verpest. Tip, de button zit niet op een dak. Ja, weet je, dan heb ik zo'n gevoel dat hij wel op het dak zit. Want jullie liegen altijd tegen. Ik zie een button. Is dit de button die ik moest zoeken? Ik heb de button gevonden. Hij was inderdaad niet op het dak. Oh nee, Pascal's hamster heeft Coco ontvoerd. Je moet hem vinden voor het te laat is. Zoek de geheime uitgang. Waar is de geheime uitgang? Oh, ik moet hier de geheime uitgang vinden. Waar zal die... Oh, we found the hidden uitgang. Zoek de uitgang. Moeten we heel veel dingen zoeken, hè? Het is echt alleen maar puur zoeken, zoeken, zoeken in alle hoeken, hoeken, hoeken. En we hebben hem al gevonden. Oh shit. Oh nee, je hebt me gevonden. Goed gedaan. Druk op de button om het einde tegemoet te gaan. Oké, okay, bla bla bla. Meuk, meuk, we zijn er. Sorry dat het zo kort was, maar het is mijn eerste map ooit gemaakt. By the way, ook sorry dat hij zo easy was. Thanks voor het spelen. Thanks voor het maken. Haal het even over om te beginnen. Bla bla bla. Yo, Link, Mon en een achtbaan aan het einde van de map. Leuk dat je map speelt. Dit is het parcours. Bla 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 bla. En we gaan op deze dingen staan, want het moet. Helemaal prima. We gaan de handle overhalen en we gaan lekker parcouren over het lava. Het is zo gevaarlijk lava. We hebben hier een checkpoint. Een hele mooie checkpoint. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Oeh. Ladderparcours. Er is geen map van een tijger zonder een ladderparcours. Oh, oh. Ja hoor. Perfect. 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 Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. We hebben hem gehaald. En dan gaan we hier zo. Oh. Raah. Deze hebben we ook. En die ook. En die ook. En die ook. En die ook. En we rand. Doe slash kill als je valt. Ik zal het proberen. En speedboard activated. Let's go. Wee. Oh, blokjes. Oh, ik sprong. Autojump stond aan. Autojump stond aan, jongens. Autojump stond aan. Even uitzetten. En we gaan hier doorheen. Hoppakee. We got it, man. We zijn hier bij een achtbaantje. Maar wat nou als er geen 8 zit, maar een 7? Dan is het een 7-baan. Hahaha. Link, ben je grappig. Nou, van best mee. We gaan met de achtbaan. Achtbaan, achtbaan. Lekker. Oeh. Ik viel wel en dan gaan we omhoog en dan gaan we opzij en dan gaan we naar beneden. En ik denk dat we zo meteen daaruit gaan. Oeh, daar miste een redstone blokje of een redstone torch, want ik ging eens afremmen. Maar we gaan het halen. En activeer. Pieuw. En we zijn bijna boven. Oh, we gaan een freefall. Freefall. Wee. 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 Nou jongens, we hebben hem gehaald. Dat was heel erg moeilijk. We gaan verder. Einde pad volgen. Oké. Okay. Even kijken. Dat is hier zo. YouTube kanaal van Marijn Bella Games. Twitter is dat. Instagram is dat. Link is sappig. Like de video en subscribe. Dank voor het spelen van de map. Hopelijk vond je hem heel sappig. Hopelijk vond je hem niet te kort. Want ik heb alles in zonder world edit gedaan. Dus helemaal legit awesome. Dankjewel voor je map. We hebben hier een babykokertje. Ik weet niet wat de bedoeling. Oh, we hebben twee babykokertjes. Wat is hier van de bedoeling? Bedankt voor het spelen van mijn kort. Maar oh, we zijn hier niet. Oh, even doodgaan hoor, want dit kan niet, hè. Oh god, wat heb ik gedaan. Boven hier begint de map, sorry voor de typefouten. Welke typefouten? Ah, hier moeten we zijn. Yo Link, top dat je mijn map speelt. Ik heb er heel lang aan gewerkt. Mijn YouTube kanaal heet Daan Ben TV. Dit is mijn eerste map, succes. PS, pas op voor varkens. Ik zal oppassen voor de varkens. Die zijn heel vaak. Ruben is vermoord. Link is woest, hij gaat op. Onderzoek uit wie het heeft gedaan. Het kan zijn Coco, Samantha of de hoofdverdachte, de varkens. De onderzoek op de boerderij. We gaan even onderzoeken. Varkentje had ruzie met Ruben en Ruben won. Coco heeft gelijk als er 9 trapjes zijn in de map. Ruben pestte Coco altijd. Ruben liet een scheet in het gezicht van Samantha.
9999999 keer. Dit is Coco. Ik weet niet of ik het was. Ik had die avond te veel gezopen. Oké. PS-kippen zijn kunnen goed liegen. Oké, dat is mooi. Samantha zegt hier, ik was het niet. Ga weg. Wat denk je wel niet dat ik het was? Het was het varken. En het varken zegt, ik heb Ruben niet vermoord. Hij mij bijna. Ik zag een kip uit zijn huis rennen. Oké, maar Coco heeft gelijk als er 9 trapjes in deze map zijn. Oké, we gaan even vertellen. Hè? We zijn hier 1 trappetje en dan kunnen we terug. Nou, in ieder geval, we kunnen een soort van terug. We gaan gewoon even terug. Hier, oké. Oké, we hebben dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trapjes. En als we dan hierheen gaan, dan hebben we er dus hier 9. Oké, duidelijk. Oftewel, Coco heeft altijd gelijk. Dus Coco zegt, ik weet niet of het met jou zit, maar ik had dus veel gezopen. Dus dan spreekt hij de waarheid erop. En hij zegt, PS, kippen kunnen goed liegen. Dus dan liegt de kip en de kip zegt dat hij het niet was. Dat het varkje het was. Dat betekent dat Samantha de dader was. Denk ik, geen idee. We gaan ervoor. Het was het varkentje niet. Ga terug als je hem fout had. Ik had het niet fout. Het was Coco ook niet. Het was Samantha. I knew it. Het was Samantha all along. Dit vond ik wel een leuk ideetje voor een map. Je moet gewoon letterlijk deze soort scenario's nemen. Een soort mysterieuze moordsituatie. Met allemaal figuranten die het hebben kunnen gedaan hebben. Met allemaal clues. En als je dat verwerkt in een map. Groter en beter. Stuur het er naar me op. Daar heb ik heel veel zin in om het te spelen. Maar nu gaan we door naar de laatste map. Welkom bij een map. Plaats een bordje link. Hier moet ik een bordje plaatsen. Waarom? Ik heb geen bordjes. Heb ik bordjes? Ik heb geen bordjes. Ik kan geen bordjes plaatsen. Tik op de knop voor de regels. We klikken erop. We hebben regels. Kijk achter je. Ik druk op knopje. Blablabla. Hartstikke mooi. En ik pak nog wat extra eten. Want ik hou van eten. Dit zijn de makers van de map. Dit is Milan. Dit is de broer en de zus. Dat is Amber, Bowser en Redstoner. Cool. De games hebben we hier zo. En hier hebben we extra toe als laatste. Oké, dan gaan we eerst de games doen. Find the button. Dit zit wel goed in elkaar. Mappie, moet ik zeggen. Het staat prima in elkaar. Het werkt wel lekker. Oké, hier hebben we dus de tripmeyers. Dan moeten we hier op zoek gaan naar een button. Waar zal die... Ah, we found the button. Oké, we zijn hier nu om een button te... Auw! Oh, ik zie daar wat achter, jongens. Wat is daar achter? Oh, maar dat maakt niet uit. Want hier zit ook een button. Yes! En nu gaan we in de Nether zoeken. En dan gaan we hier doorheen rennen. Nee, het heeft geen zin. Waar zit die vervloekte button? We hebben het gevonden. Oké, find the button wel gedaan. En nu komt de doolhof. Good luck, het is niet zo moeilijk. Daar hou ik al van. Het moet wel uitdagend zijn, maar niet moeilijk. Misschien moet je eens niet aan de linkermuurtechniek. Ik wil die techniek helemaal niet doen. Ik ging gewoon naar links, want ik dacht van, dat lijkt wel leuk weg. Volgende keer beter. We kunnen hier zelfs een trappetje op. En staat een nice. Oh, we hebben hem gevonden. Nice, we got him. En nu hebben we, oeps, toch nog niet klaar. Oh, we hebben zeker zich bij Dolof. De nare morning. Oké, we gaan zo lopen. Zo. En dan kunnen we hier ergens doorheen. Hier kunnen we niet doorheen. Dus dat betekent dat we... Ah, we moeten helemaal aan die kant zijn. Oké, duidelijk. We proberen die kant op te komen. We gaan die kant op. Oh, het lukt me wel. Yes, oké. Ik ben aan deze kant. En dan gaan we nu zo lopen. Zo. En dan gaan we hier terug. Perfect. En dan kunnen we hier door rechtdoor. Ja hoor, we hebben hem. Deel nummer 3, die zit hier, zoals parcours. Oh god, hoe gaan we de eerste jump halen? Oh, ik heb hem gehaald. Ik kreeg wel een beetje pijn, maar niet te veel. En de ladder parcoursjes. Oh, ik spring compleet mis. Alsjeblieft, save me. Nee. Huh. Oh, en dan hoppa, hoppa, hoppa. Oké, de ladder parcoursjes. Moet ik wel even beter mijn best op. Waarom lukt mij die niet? Dan gaan we. En dan worden we geraakt en dan springen we. Maar echt, ouwe, ik wil niet heel veel zeggen hoor. Oké, nog proberen. Jump. Deze is gewoon... behekst deze. Oh, nu lukt het wel. En dan weer een check. Oh, dat is geen checkpoint. Ik dacht wel, het is checkpoint. Oh, nee, ik spring eroverheen. Oké, trigger. Ik zeg trigger. En dan go. Oké, in het midden en dan go. Ah, nee, dat is zo lastig. Huh. Oh, maar waarom kan ik dat niet? Dan pakt hij, zeg maar. Ook al spring je er overheen, weet je, dat pakt hij hem niet. We kunnen er gewoon opstaan. Ja, en dan rennen. Oh, dat werkt ook niet. Ik ga nog één keer proberen en anders hebben we pech. Oh, we hebben gewoon pech. Mij lukt het niet. Ik heb er spijt van. Het lukt me niet. Oké, deze kan ik nu wel halen. Oh, ja. Perfect. Maar we hebben... Oké, de parcours was veel te lastig voor mij. Kan ik je vertellen. De parcours was veel te lastig. Ja, geweldig. Ah, nee, ik zit in game mode. Oh, nu moet ik springen. Springen. Ah, we hebben hem. Got him. Netjes gedaan, Link. Dat ging lekker. En we gaan weer terug. Oké, we hebben dus nu 3 gehaald parcours. En dan gaan we quizzen. Ik zie hier geen vraag, maar dit is denk ik de makers. En dat waren Amber en Milan. Nou, de vragen komen niet in beeld. Dat is wel wat moeilijk. Ik denk dat de vraag is hier welke onderdelen waren erin.
En ik denk een dropperparcours quiz, zoek de button en een mop arena. Dus misschien, welke vraag is het, hoop ik. Ja, hey, dat is mooi. 3 wol, 3 stone, 3 wol, 3 hout. Hoe je een bed moet maken, denk ik. Geen idee. Is dat goed? Het was goed. Ik heb geen idee. Er waren geen vragen. Maar zonder vragen wist ik gewoon antwoorden. Mop arena, let's go. Wave nummer 1. Dit is wat wij krijgen. Dit is wat wij aan gaan trekken. Even aantrekken. Prima, de Pima. En dan gaan we de wave starten. Oh ja, maar ik zit echt even in peaceful. Hè. Dat gaat even niet werken. Hè. Hoppakee. Hey, hallo meneertje. Jij bent een klein mormel. Kan ik je ook even doodschieten? Kom eens hier. Oh, je bent dood. En jij bent ook dood. Ik zei dat je dood was. Wave nummer 2. Wat gaan we krijgen? We hebben beter armen. We hebben het allemaal niet nodig, joh. Hè? Kom maar op, hoor. Er spant gewoon niks. Het zijn witches moeten zijn, maar de witches spannen niet. Oké. Okay. Witches en skeletons. Nou, weet je, ik span ze wel, want zo lief ben ik wel. Hoppakee. Kom maar op, jongens. Kom maar op, hè. Ik maak je allemaal af. En slaan. En hoppakee, jou ook eventjes. Ga maar doen. Ik heb gewoon een tier 1 aan. Het maakt nog maar niet uit. Volgende. Wave 3. Deze spullen wil ik best wel hebben. Die spullen zijn best handig. Ik ben helemaal ook gepoisoned. Maar daar hebben we natuurlijk op. Natuurlijk een lekker bekertje melk. Hoppakee. Lekker. En een golden apple eten. En natuurlijk deze activeren. Wat gaan we krijgen? Oh, spinnen. Ik hou niet zo van spinnen. Ah, boom. Jij bent dood. En jij bent ook dood. Hoppakee. Dat gaat snel. En natuurlijk de laatste. Oeh, dan wordt het witter. Laten we de witte hoofdje maar even vast opzetten. Kijk eens aan. Ik denk dat we dat... Kijk, daar is niet een button om terug te gaan naar de lobby. Ik denk dat we die zo meteen kwijt gaan raken, omdat die gaat ontploffen. In 3, 2, 1. Boom. Ik zei het. Oh my god. Allemaal stil. No way. Deze troll, ouwe. Ik zweer het je. Deze troll had niemand verwacht. What the fuck, ouwe. Deze troll was geweldig. What the fuck? Nee. Oh mijn god, de zilvers houden niet op. Oh mijn god, natuurlijk op zilvers skill. Er komen er steeds meer. Ah, nee. Oh my god, deze jongen. Een meisje. Dit meen je niet. Ah. Dit ga ik nooit halen. Ik ga die weer doodmaken en ik ga je weg. Ik wil je zo graag weg. Kijk dit, ouwe. Kijk hoeveel zo. Oh my god. Dit meen je niet, ouwe. Wat is dit voor zieke, krankzinnige map. Als dit de bedoeling was, dan heb ik zoveel met respect, ouwe. Dit is zo'n gekke werk. Kom hier, meneer de Wither. Ik ga je doodmappen. Kom hier. Ik doe niet veel damage met zwaard. Ik ga je maar even doodschieten. Dat vind ik wel een goed idee. Kom hier. Ik maak je dood. Ah, dat is op 1/3. Dat gaat lekker. Dit hou ik zo voor. Oh, god, zijn de clips. Dat is ook niet fijn. Hallo, ga eens even dood. Hé, hey, meneer de Wither. Ik stond er heel dicht bij me. Maar je mag gewoon even dood. Waar zijn al die silvers gebleven? Ah, ze zijn ook al bijna dood. Omdat, ja. Doe niet zo vervelend. Ga dood. Ga gewoon dood. Ik wil gewoon dat je dood gaat. Kom op. En boom. Was even vergeten dat het natuurlijk 1.9 PvP is. En hij is dood. Dat heb ik lekker gedaan, jongens. Het ging even goed. Nou, jij ook even dood. Hoppakee. Silver is ook allemaal uitgeschakeld. Want ik ben hartstikke goed. Ik ben er klaar mee. Jezus, deze troll. Ja, jij mag ook even dood. Ga even sterven. En dan doen we even zo. Dan plaatsen we hier even een deurblokje met een button. Dan kunnen we weer terug. Jee, leuk. Holy shit, ouwe. Oké, de games hebben we allemaal gehad. Dat is tof. We gaan nu de extraatjes doen voor het laatste. Dat was de vuurwerk. Oké, prima. Ook leuk. Oké, dat was echt een super toffe map. Die troll had mij echt geweldig goed. Shout-out naar jullie, Milan en Amber. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Weet gewoon niet hier ook een video van mij te kijken. Die ook hartstikke leuk is onder natuurlijk om te abonneren. En naast merchandise te kopen natuurlijk al zoals deze muts. En misschien wat anders erbij. Ik heb geen idee of wat anders misschien binnenkort in de merchandise shop komt. En daar heb ik geen idee van. En ik ben ook even te kijken. En ik zet hem in. Dat is later.